Maar Burnett is het nu die 2-1 voor staat in de tweede set. Dan mist Albans nog eens twee pijlen in zijn openingsbeurt en drie weer. En dat biedt Burnett gelegenheid. 92. Om terug te komen in de wedstrijd. Beetje bij beetje. Ondertussen vraagt Hubert van der Vlucht uit Apeldoorn ons via www.rtl7darts.nl/kijkersvragen. Wat is de hoogste plaats die Richie Burnett ooit heeft gehad op de Order of Merit van de PDC? Nou Hubert, ik moet zeggen, ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik ben eventjes de geschiedenis een klein stukje doorgegaan. En in 2002 stond Burnett op plaats 8. En volgens mij is dat de hoogste notering die hij gehad heeft. Een achtste plek dus. Ondertussen zitten een paar mensen vreselijk boe te roepen omdat Ovens zijn eerste 6 darts in deze leg miste. En nu zijn eerste 9 gemist heeft. Isaac, er gebeurt ineens iets geks met Dennis Ovens. Ja, hij is dus de hele tijd 50% of beter op de openingsdubbels. En dan zit er één lek tussen waarin het absoluut niet lukt. Dan zullen we, en dat vind ik wel eens jammer, het gemiddelde van ons waarschijnlijk niet meer te zien krijgen. Het zou juist zo mooi zijn om na deze lek nog eens een keer naar het gemiddelde te krijgen van Ovens. Want dan zul je dus zien wat voor impact dit heeft op het gemiddelde. Wacht even totdat Remoer een beetje verstomd is, Ovens. Want dit begint toch wel dramatisch te worden. Ja, je ziet dat Burnett ook nog niet vreselijk gescoord heeft in deze leg. En ook dat blijft zo. Ja, 59. Vindt triples dan niet. Maar zolang Ovens die openingsdubbel niet vindt, is er natuurlijk voor hem niks aan de hand. En kan hij op 1-1 komen in sets, Richie Burnett. Het is echt verschrikkelijk nu zo langzamerhand. Nou, die zit er dan in. Ja. En hij besluit het gewoon te doen. Waarom niet? Die 180 erin. Zijn derde. Mag die dan nog terugkomen voor dubbel 13? Het antwoord is daar. En gaat hij ook voor dubbel 13? Natuurlijk. Doppelt 13. Oeh, 6 dubbel 10 gaat ervoor toch? Toch wel? Nu wel. Is helemaal naar links toe. En gooit hem dan niet. Ja. Dat was dan toch zijn kans. Om voor het eerste voorsprong te komen. Ja. Whitlock. Jongen, jongen, het overtuigt ook weer niet hoor. Hè? Nee. Jongen, jongen, stel je nou toch eens voor dat hij er vandaag hier ook nog uitgeknikkerd wordt. Wat helemaal niet gek zou zijn. Wie gaat deze leg pakken? 5-7-8. Is de grote vraag. Het wordt toch wat nerveus nu bij beide mannen. En geen van beiden krijgt recht voor elkaar, hè? Volgens mij. Ja, en als ik dan de hele dag op mijn dubbel zou staan te trainen, zou ik hier wel gek van worden. Nou, ik wou net zeggen, ik heb net van iemand die er verstand van heeft gehoord, dat het best wel eens verstandig zou kunnen zijn om wat minder op je dubbels te trainen. En scoren doen ze het allebei nog niet eens zo slecht. Maar dit is een drama. Zeker deze leg. Nou, we zijn er nog niet. Want we zijn. Nou ja, het is woensdagavond, hè? Dus pas mooi bij de woensdagavondcompetitie deze dubbel 1 en dubbel 1.
Hoeveel streepjes heb je al gezet? Nou, ik heb er nu 15 gezet, maar in totaal, vergeef mij als ik er eentje gemist heb. In deze leg, hè? Alleen. Ja, alleen in deze leg. Deze pudding leg. Ook weer aan de binnenkant. Wie gaat het eerste de dubbel 1 raken? Het publiek doet weer van harte mee in Ali Pally. Ook weer aan de binnenkant. Heeft u nog even? Ja, lacht er dan maar om. Dat is gewoon het beste om te doen, denk ik. Dat zouden de dakken zelf ook moeten doen. Gewoon een beetje erom lachen, ja. Gewoon die dubbel 1 even uitlachen. Nou, het is keurig aan de binnenkant elke keer. Ze weten steeds een beetje dezelfde. Kijk, daar zit ook Kevin Munch naast de ouders van Sintler. Nou, voor de verandering nu aan de buitenkant. Het publiek moet ook een lange adem hebben zo. Dit maak je echt zelden mee. Hoor. Ik heb hem niet op papiers wat de langste leg ooit op een WK is geweest. Maar dit komt toch aardig in de buurt, denk ik. Want ze zijn al even bezig met z'n tweeën. Ik ga ze even beurten tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Snel, 10! Dit is de... ...dat hij jetzt in die Gänge komen moet. Hat ja relativ spät mit dem Darts begonnen, im Alter von 22 Jahren. Er ist ja aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohen und begann dann in dem Café seines Bruders zu spielen. Ja. Hat in der Anfangszeit, der ist ja über das E-Dart dann zum Stil-Dart gekommen, immer nur auf die 19 geworfen, die Triple 19. Aber hat das dann irgendwann natürlich auch aufgegeben und jetzt... Was kann dir Schlimmeres passieren, Elmar? Was kann dir Schlimmeres passieren im zweiten Set? Du liegst 0-2 hinten und du bekommst die ersten 6 Daten nicht ins Doppel. Das ist natürlich ein totaler easy way für Vincent. Er braucht ja auch nicht gucken, ob er noch einen Finish überhand danach oder nicht. Kann in aller Seelenruhe da das vorbereiten, wenn so kann. Ihm mit einer ist sowas möglich? Jetzt guck mal auf das Doppel. Doppel 14, ja. Unser Freund Vincent da noch ausgedacht hat. Wenn, dann tue ich ihm das Ding auch noch mit einer Doppel 14 rein. Aber das kannst du mal knicken auf Doppel 2. Das stellt sich Vincent. Und wenn so 100. Weit über die Hälfte der Punkte abgebaut. 249 noch. Wie kann ich mir 249 Punkte schönreden? Ich habe schon weit über die Hälfte der Punkte runtergespielt. Er satt. 2 Punkte über der Hälfte. Ich meine, absolut im positiven Bereich, würde ich sagen. Und wenn er das Ding hier geschenkt kriegt von Van der Voort, weiß der Teufel, was er dann aus dem vierten Leck macht, der Sojovic. Aber das Glas von Mensur ist halb leer, das kann ich dir sagen. Doppel 1. Okay, 150. Stell dir vor, der gewinnt jetzt das Leck. Boom, macht das jetzt. Das macht jetzt Bumm. In die Single 20. 105 noch. Lässt sich 89 Rest. Naja, ist ja noch Zeit. Was soll ich dazu sagen? Vincent hat hier ein Riesenproblem auf Doppel und er zelebriert das. Double Trouble von Vincent van der Voort. Mensur gewinnt dieses Leg noch mit einem Lächeln von Van der Voort, weil der auch gerade denkt, Alter, was mache ich denn hier für einen Quatsch? Und natürlich mit Bull. Wie große Männer das halt machen. Wie große Männer Shorty. Das halt machen. Shorty, das so ist jetzt die Wende in dieser Partie. Muss es jetzt jetzt macht er das 1 zu 2, er darf anwerfen, pass auf. Ja. Und dann kommt das 2-2 und dann sehen wir mal, was wenn's. He's away. He's got the darts. He's 115 points in front. You got to feel for Chizzy here. Because Phil Taylor in the last 4 sets has averaged over 100. And Chizzy has not averaged above 80 in any. Pure dominance. First one for Chizzy. It won't happen. He's 250 in front. Surely now. Wayne. Great oaks from the clay courts grow. One leg can become two, can become three, can become a set. Phil Taylor, he got brushed, what as we call it. 100. Got left on 501 against Gary Anderson. Wouldn't it be ironic if this was to be the case here? No score. Go on,
Chizzy, you rascal! Right there. To brush him again. Well, not now, so Taylor's going to have to miss another three. But if he does, Chizzy's on a double. Oh, Phil's finding it funny because he's 4-0 up. Sorry, 5-0 up. It just goes so quick. Rattles the sets off. It's going bullseye. No score. Davey requires 32. Dave Chisnell brushes Phil Taylor to win his first leg. He's still 750-1 to win this match. What a showman. He's enjoying himself at last. Where you required 20. For a fantastic set on the wire. Half the crowd thought it was in. Harry Houdini couldn't get in here. No, unlucky. Well, I can't believe it, Kelly. Both players have had darts to win the set, but now it is Philip Taylor on double top. He is normally ruthless in this kind of situation. Oh, the flight talk, who had to control it into the single. His hand's shaking. Oh, his hand's shaking like a tambourine player. Fantastic atmosphere. Natalie's in tears already. Well, thank you. We really would not have scripted this. Double 10. That is the number. That is the marker. Same marker. Double 5 for the set. Told. Incredible. Failure required 40. People bouncing up like jackrabbits on springs. Seven darts models missed at doubles, and now here's Taylor back again. And he's too high. Surely he can't miss again. Surely he can where the flights are, dear. This is difficult. No score. Unbelievable. Wayne, you require 5. Double 2. It's blocked the bed. Still a chance. Hit the barrel! I've seen no like this. Bubble, incredible. Bubble, double, Very trouble. And they both realise that this is getting to be just a little farcical. Does anybody up there? 100,000 quid. Tops, Philip. Or knees will be slapped. It's Groundhog Day to see him lie. Incredible, he's gone the wrong way. No score. I don't believe it. Wow. When you require 4. Yeah, you're quite right, Sydney. They don't want to win this one, do they? Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Double 2 for Model. It would look daft at the dog and duck. But it's the World Championship. Madhouse, burst it. No score. And I make that the 11th dart that Marnell's missed. So Taylor's missed 3, so I think 8. Just quite unbelievable. Can't go on. Not 20 darts at doubles between these two. Two of the best in the world. At last, the result. It was like watching elephants think about mating.